Nordin Bakker, de eerste thuiszege in de Eredivisie. Het moet een prettig gevoel zijn als het laatste fluitsignaal klinkt dat dan later zonder je hart door de speakers klinkt. Ja, heerlijk natuurlijk. 1-0 winst, clean sheet en zoals je zegt, eerste thuisoverwinning. Ja, clean sheet voor jou niet je eerste, je derde in 4 wedstrijden nu. Je bent lekker op dreef. Ja, ga de goede kant op. Natuurlijk te danken aan de verdediging hoe het staat. Want het staat echt als een huis, vind ik zelf ook. Als je ziet, ik denk dat we vandaag geen grote kansen hebben weggegeven. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, ik zag van de week ook nog een graphic van de Eredivisie voorbij komen. Dat jij degene bent met de meeste reddingen in de Eredivisie tot nu toe. Die zal je ook wel doorgestuurd hebben gekregen. Maakt dat je dan nog trots of denk je, dat laat ik lekker terzijde liggen en ik focus me op mijn eigen ding? Ja, dat zijn natuurlijk statistieken. Ja, als wij een club die onderin draait, dan sta je al snel vrij bovenaan het lijstje natuurlijk. Ik hou me weer bezig met de resultaten en nu staan we gelukkig op 7 punten. Dus dat is mooi. Ja, dat is zeker mooi. 2 wedstrijden op rij nu gewonnen. Stijgende lijn is misschien een aparte term, want het spel was al niet per se slecht. Maar de resultaten vallen nu ook goed. Dat moet wel goed zijn voor het vertrouwen. Ja, zeker. Ik denk dat je van tegenstanders als dit jaar Utrecht en RKC, daar moet je de punten zien te pakken. En niet per se wedstrijden als Feyenoord en PSV. Dus we wisten wel dat deze wedstrijden eraan zouden komen. En dat het nu, als we zo zouden blijven spelen, de punten zouden gaan pakken. En dat is nu uitgekomen, dus dat is lekker. Nou, jullie hebben nu ook een reeks wedstrijden die in ieder geval geen topclub bevatten voorlopig. Utrecht gehad, RKC, daarna NEC en Go Ahead Eagles onder andere. Het zijn geen makkelijke wedstrijden natuurlijk, maar is het prettig dat er niet over je schouder alweer een grote club meekijkt waar je het tegen moet gaan opnemen? Nee, ik denk dat er, zoals je zegt, helemaal geen makkelijke wedstrijden zijn in deze competitie. We moeten voor elke wedstrijd weer 100% scherp zijn. En eerst Interlandweek nu, dus mooi rustig aan doen en dan gaan we weer knallen. Het moet toch wel prettig zijn om met 2 overwinningen achter elkaar zo'n interlandbreek in te gaan. Ja, zeker. Ideaal. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk, na 2 overwinningen. Nou, die interlandbreek, ik weet niet of jullie nog een paar dagjes vrij hebben, maar ik neem aan dat het even genieten wordt en even de beentjes omhoog. Ja, we zijn wel een paar dagen vrij tussendoor, dus dan mooie tijd spenderen met vrienden en familie natuurlijk. Dus dat is mooi. En dan tegen NEC er weer staan. Juist, precies. Succes, dankjewel. Thanks, Nordin. Yes, graag gedaan.